vandaag is die winnaar van die derde seizoen van die Suid-Afrikaanse televisie talentcompetitie genaamd Supersterre. Hij komt van die Weskaapse dorpie van Robertson af, nee? En ik denk, hij is die enigste persoon wat kan sê op die ouderdom van 8 jaar oud het hy die verhoog gedeel saam met die legendarische Tolle van der Merwe. Dude, hoe het dit gebeur? Is jy op 8-jarige ouderdom en nou swing jy saam met Tolle? Ja, dat is mijn baie groot ervaring geweest. Toen ik nog nooit gedacht die dag zal komen dat ik enig bekend raak, nee. Toen laat de optreden kon doen in ons dorp en toen mijn maal is so gewangel dat ik zo met hom kan op die vroeg gaan en die sing terwijl hy stories vertel. Wow, direct, dit is een story wat jij voor baie, baie lang nog gaan vertellen. Nee. Dit was mijn eerste stap van so na een bekende uitkom. Maar ook wat jij iets gaan doen samen met Wikis. Wikis is ook in die industrie, so hy sal... Ja, ik denk ik kan collaborate samen met hom, ons een beetje praat. Wikis, luister jy? Wikis, ja, Burger, Leroux, ja, bel hom, oké. Maar daar is nog baie groter doen wat jy gehad het daarna ook om saam met mense soos Steve Hofmeyr te kan werk, al die groot name in die industrie. Dit het toe vir jou gebeur na Supersterre. Vertel my, hoe is het om saam met ouens soos dit te werk om te weet hulle glo in jou talent? Dit is actually baie weird story. Ek het van jong ouderdom af het ek groot geword in Steve Hofmeyr se musiek. En jongens, al wat ek geluister het, dag en nacht. En nooit gedacht dat die dag zal komen dat ik eindelijk in een studio zal staan samen met iemand zoals hij. En ach, dit is mijn baie lekker, want hij is mens. En waar ik raad het en ik kan iets voor hem vragen of ik iets met hem deel, is hij daar. So is er eigenlijk veel mentor in die opzicht? Definitief. En so ek dink jy gaan nogal, soos hulle sê in Engels, take a leaf out of his book, waar het kom by liedjie skryf, want hy is een baie goeie skryver en jy is nou bezig om jou eie liedjies te skryf vir die volgende album. Ja, ik vat baie by Steve, so, nie vat nie, ek sal sê, ek leer baie by yes. Steve se type muziek, want hy doen nou iets anders, en ja. Die iets anders is die wat ek soek in my muziek. So ja, ek vat so 'n bietjie van sy kennis, probeer het van het inwerk in my muziek. Ek sien so uit om te hoor die liedjie wat jy na die break vir ons gaan sing, dit wat hy saam met Steve Hofmeyr geskryf het, die liedjie saam is mooi sien, maar bly ingeskakel, want na die break gaan hy optree net hier op Expresso. Stay with Expresso and SABC3.